Hola amigos en welkom bij een nieuw game van Earballs Games. En vandaag, het is weer tijd. Het is weer tijd voor een aflevering hier in Slime Rancher. Jeetje Roy, wat was je eventjes druk. Oh mijn god. Nou, weet je hoe dat komt? Omdat ik er weer heel veel zin in heb. Want ik heb het een lange tijd weer niet gedaan. Excuses ervoor. School was super druk voor mij. Want ik zit ook natuurlijk gewoon op school. En het was echt, oh my god jongens. Ik ga er gewoon geen eens over beginnen. Want we gaan slapen. We gaan even slapen, want het, ja, je hoorde de kukkelukkuk, het is de volgende dag. En wij gaan nu voor onze kindjes zorgen. Ik heb heel veel tips weer binnengekregen van jullie in de reacties bij de vorige aflevering. Zoals de fosforslimes kunnen niet tegen licht, dus die moeten in een donker hok. En volgens mij is dat deze, volgens mij heb ik die donker gemaakt. Volgens mij wel, dus dat is wel, wel super nice. En er staat ook, Roy, als je bij de grot... Die bij de rock slimes met de fosfor. Rechtdoor loopt, kom je bij een poort uit. Die je, en als je die opent, kom je hele speciale slimes tegen. Maar, girls and boys. I've done that already. Nee, ik zal het zo even laten zien. Waar ik het over heb. Want daar zijn wij in ieder geval wel al geweest. Ik moet wel even mijn kindjes even mijn eten geven. Ze sterven. Oh my god, kijk eens, dames. Dit zijn dames, dit zijn heren. Jij krijgt nog iets. En dan wil ik kijken. Hebben we nog een nieuw fruit? Nee! We don't got enough fruit. Oké, hoe doe ik dat? Moet ik dat zo doen? Nee? Nee, jij werkt niet goed? Nee? Misschien moet ik gewoon hier even wat instoppen. Want volgens mij groeit er nu helemaal geen bal. Volgens mij moet ik er gewoon een carrot in stoppen. Zo. Ja. Oké, kan ik misschien er meer in stoppen dat het sneller gaat? Nee, ik kan er maar eentje in doen. Oké. Nou, dan doe ik in deze weer deze. En dan morgen hebben we weer vers. Vers fruit en groente hoor. Echt maar. Ja, ja. Ja, ja, daar houden we van. Ja. Oké. Ik wil deze even meenemen. Dat is ook heel wat money weer. Oh, hell no. Dit zijn lekkere pokerfruits. Die heb ik natuurlijk nodig. Zo. En deze slijmpjes, die kunnen terug hoor. Ja, ja. Oké, hier liggen nog wat wortelen. Die pik ik lekker van deze bitches. Oh, pardon, dat mag ik niet zeggen. Even kijken. Bij de rock slimes met de fosfor. Dus dat is daar. Als je rechtdoor loopt, kom je bij een poort terecht. Maar daar zijn we dus al geweest, Anne. Die dat in de reacties heeft gezet. Want hier hebben wij zelfs een poort geopend. Of was het niet deze? I can't remember. Ik wilde zeggen, I can't remember. Nou, I can't remember hoor. Kan helemaal niks van. Maar kijk, deze hebben we al opengemaakt. En hier hebben wij die boomploort hebben wij gevonden hier. Maar wat we zouden vandaag kunnen doen. Eerst doe ik even dit. Zo. I mean, hello, it's me. Oeh, een heartbeat. Living. I'm living my life. Oké, ik hou die heartbeat. En die... Oeh, wat mag dan even weg? Want die heartbeat wil ik dan gaan harvesten. Dus dan kunnen we daar allemaal kleine heartbeatjes van maken. Allemaal goed eten. Oké, even kijken. Wat is hier nog verder? Want volgens mij zijn we hier niet verder gaan lopen. Oh, jawel, jawel. Want hier zit deze grote guy. Hij heeft alleen maar veggies, dus ik ga hem lekker wat voeren. Veggie. Wacht, wat is er dan dit? Oh, hij eet geen fruits. Maar alleen carrots. Oké. Dat is best. Oké, als jij zo bent, jongeman, dan ben jij zo. Oké. En wat zit hier? Zijn we hier al geweest? Volgens mij zijn we hier ook geweest. I don't know. Oké. Even zien, jongens. Wat zit daarachter? Oh mijn god. Oh, ik dacht even dat ik een nieuwe slime zag. Maar dat waren gekke hennetjes. Hoor die muziek hier. Like, I'm living my life. Er zit hier zoveel water. Oh! No! Ik heb een nieuwe slime gevonden, hoor. Oh. De Chantal kwam even in me. Oké, ik heb een nieuwe slime, jongens. Oh my god, living my life right now. Like, oh my god. Oké, deze mag weg, want ik wil deze puddelploort. Oh my god. Echt waar, ik heb de dag van mijn leven nu. Oh, hier kunnen we niet heen. Of, waarom kunnen we daar niet heen dan? Oh, ik zie een groene slime. Oh my god. Oh my damn. Oh jongens. Hier hebben we toch zin in. Oh mijn god, ik wil
Oh god, heb ik weer van die beesten. Godverdomme. Weet je wat we met jou doen? Zo, weg ermee. Jullie moeten wegwezen. Met je vieze vlekken. Oké, we gaan weer terug. Want ik heb een freaking puddle slime. Oh my god, living my life. Ik denk dat het wel in het water moet. En ik weet niet of we water... een waterplekje kunnen maken. Maar daar verzinnen we dan wel wat op. En anders maak ik gewoon heel veel kleine baby'tjes ervan. En heb ik heel veel puddelploort. Oh my god, dat is zo, zo freaking cool. Nee, nee. Hey, ga jij eens weg? Zo, dank u wel. Zit er nog meer... Oh, oh, ik ging bijna dood. Ik ging bijna dood, jongens. Oké, ik ging echt bijna dood. Maar ik moet nu daarboven komen. En ik heb heel weinig health, dus ik moet wel even rennen. Oh god, ja hoor. Ja hoor, het is weer zover. Oké, weg jij. Wegwezen. Oh, ik gooide nog goed ook. Dat had ik nou niet verwacht. Oké, woehoe, jongens, laat me er even doorheen. Oké, jongens, ik moet deze kinderen even verzorgen. Ik heb namelijk puddelslijms. Die moet ik even verzorgen. Dus jullie moeten allemaal even weggaan, alsjeblieft. Dank u wel, dank u wel. Oké, maar nu op hoop van zegen... dat we ook een waterperkje kunnen plaatsen. Of een waterboerderijplekje. Maar dat zou echt geweldig zijn. Want dan heb ik puddelslimes. Ik hoop dat ze veel opleveren. Dadelijk leveren ze bijna niks op. En dan zitten we daar zo van... oh, het levert net 10 coins op. Heb ik toch niks aan? Ik moet toch mijn centjes krijgen? Nou, we zien het dadelijk wel. Oké. Wacht, zag ik je nou een... Oh, dat was een pokerfruit. Nou, ik kan de pokerfruit wel even meenemen. Oh, en nog een paar van die dingetjes. Zo. Helemaal lachen. Zo. En dan gaan we nu lekker terug. Hier ligt nog wat pokerfruit. Zo, voor onze kindjes. Voor onze lieftallige kinderen. Jullie zeiden ook dat ik heel vaak in een video zeg ik heel vaak... Oh, helemaal lieve kinderen. En je hebt best wel gelijk in. Best wel gelijk. Oké, jongens, we gaan nu kijken hoeveel de puddelploort is. Ik wil dat jullie raden hoeveel het is. Denk in je hoofd. Ik denk 50 coins. We gaan het zien. Oh, 58. Ja hoor. Hij is freaking hoog. Oh mijn hemel, lieve kinderen. Oh, hier zeg ik het weer. Zie je? Oh my god. Oké. Maar ik wil even kijken. Kunnen we een waterperkje doen? Ja hoor. Oh yeah. Ik heb een liefde van mijn leven gevonden. Een puddel. Oh my damn. Oh my god, jullie mogen hierin. Oh, wat zijn ze leuk. Dit zijn mijn nieuwe kindjes, hoor. Oh, wat eten jullie? Water. Ik moet serieus jullie water voeren. Oké, dat is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk. Hoe pak ik nu een slime? En die maak ik ook als een puddel. Moet ik die... Hallo, ga je mee? Dank u wel. Moet ik die dan daarin stoppen en dan de puddelploort geven? I don't know, I don't know. Je moet eens de zwarte slijm in een hok doen. Ik wil weten wat er dan gebeurt. Dat is ook een reactie die in de vorige aflevering is gelaten. En wat er dan komt, dat is niet zo leuk. Dan wordt ze allemaal opgevreten. Oké, weet je, kijk eens. Eet maar. Waar? Waar? Ha, de... Me, ha, je... Waar is de puddelploort? De puddelploort is weg. Oh, ik denk dat we dat niet zo kunnen doen, jongens. Ik denk als je hier iets ingooit dat het weggaat. Nee. Hè? Mijn hemel. Nee, geen lieve kinderen. Nou, dan neem ik jou maar weer mee. Ik heb niks aan jou. Oh, hier kan ik ook water uitpakken. Maar moet ik ze dan zo voeren? Ik denk dat ik ze gewoon in het water moet houden. Ik denk dat dat alles is. Oké, kijk eens dames. Lekker vreten. Jullie krijgen niks. Boomploorts. Ook al leveren hun het meeste op. I don't care. Ik moet eventjes al mijn andere kindjes ook even voeren natuurlijk. Hè. Jij mag even hier op de boom zitten. Jij bent Gerrit. De boomverschrikker. Ik heb geen idee waarom, maar... Ja. Blijf zitten. Hij blijft niet zitten. Wat een kalojo. Oké, we moeten dit inleveren. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we... Oeh, dat is helemaal niks. Sorry, dat doe ik niet. Dat doe ik niet aan hoor. Oké, ik heb zeker even eten nodig. Holy cannoli. Volgens mij is dit allemaal klaar. Dit is allemaal klaar. Oh my god. Living.
Hashtag living room, jongens. Hashtag living room. Ik kan mijn kindjes even gaan eten voeren, hoor. Zo. Alle pokervroet nog aan toe. Zo. En wat we dan doen, is dat we er eentje hierin stoppen. Zo. Dat kan nog niet. Nee, ik zie net dat het nog niet kan. Oké. Dat maakt niet heel veel uit. We maken er wel wat moois van. 1, 2, 3 voor jullie. Jullie krijgen nog wat vreten. Maar jullie, girls and boys, jullie krijgen zoveel eten. Want ik heb natuurlijk wel de boomplorts nodig. En die van jullie ook. Dus jullie krijgen het ook. Kijk eens, dames. En deze arme tabbies krijgen ook weer wat lekkers. Nou, helemaal mooi, jongens. Ga ik even bij iedereen de tabbies ophalen. Had ik hier ook zo'n collector? Ja. Oh my lord. Oké, dit zijn er superveel. Want we hebben ook 15 tabbyplorts. Oh my god, we worden rijk. Jeetje. Oh mijn god. Oké, ik wil weten wat hier zit. Oh mijn god, 6. Oh, jongens, schrik me de ballen van jullie. Helemaal de ballen. Oké, zo. En er ligt nog veel meer in. Maar die pak ik dan een ander keertje op. Wanneer ze gewoon in die collector zitten. Want dan hoef ik niet aan die beesten te zitten. Nee. Oké. Jongens, we hebben nu, let op, 444 coins. We gaan nu kijken hoeveel we daarna hebben. Komt-ie. We hebben nu al superveel. En dan hebben we ook nog deze plorts. En dan ook nog deze. Oh, we hebben gewoon 1000. We hebben 1000 coins. We hebben 1000 coins. Ik zou bijna gewoon hierin kunnen. Like, oh yeah. Like, I need it. Range expansion. Het is wel dat... het is alleen een expansion met... ja, een stuk boerderij. Dus dat je meer van deze dingen hebt. Het is niet eigenlijk een nieuwe wereld. Dat dacht ik namelijk wel. Maar dat is het niet. En wat is dit? Is dit... Oh, dit is ook een ranch expansion. A dark and gloomy cavern above the sea. An unlikely first chapter to that novel of yours. Oké. Ik heb geen idee wat ik zeg, jongens. Ik heb echt letterlijk geen idee. Zitten die dingen er al in? Pot voor 3, dat zijn er 14. Oh god, en 9. Jeetje, we worden echt rijk. Oh god, en hier liggen ook nog op de vloer. Ik moet al alles maar stofzuigen hier, joh. Potverdrie de bals. Maar alles hadden weer stofzuigen, hè? Ja, ja. Oké. Zo, nou, nu ben ik klaar met stofzuigen. Ik heb al heel veel gepakt. Dus ik ga het even inleveren. We hebben zoveel geld. Laat me eventjes weten in de reacties. Of jullie graag willen... wat we kunnen doen. Want we kunnen heel veel kopen. Like, ik heb nu zoveel geld. Like, damn. We kunnen nu... Oh, omdat we zoveel hebben, kunnen we nu een ranch expansion gaan doen. Laat me eventjes weten. Met behulp van de vote. Of nee, met dat... hoe heet dat nou ook weer? Ik weet niet hoe dat heet. Maar er staat een linkje in de beschrijving. Waar je kan stemmen op de... Op deze, de Overgrowth. A ranch very own wild site. Dus we kunnen dan dit kopen. Wat daarachter allemaal zit. Of we kopen deze. De grotto. Dus jullie mogen zeggen in dat linkje wat in de beschrijving staat. Daar kan je even naartoe gaan. En dan klik je gewoon op welke jij het liefst wil. En de meeste stemmen. Die, ja, dan ga ik die in de volgende aflevering ga ik dat kopen. Dus deze of die. Dus laat eventjes weten met de stemmen in de beschrijving. Er staat een linkje. Dus weet zeker dat je het eventjes doet. Het kost maar één klik. Je hoeft verder niks te doen. En that's it. En dan weet ik ook weer genoeg. Dus bedankt allemaal voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video vond. Doe dan een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Maar doe het dan nog even nog steeds. Jongens, bedankt voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer. Bye bye.